Het een diepe indruk wereldwijd. Stalin schijnt half bewustloos van de strikte te zijn geraakt. En nou, Iedereen zei: Dit is een leger zoals we nog nooit eerder hebben gezien. Dit is zo superieur enzovoort. Ten slotte bleek dat wel mee te vallen, hoewel ik daar straks wat cijfers over zal geven. Het verlos kunt u mij horen? Da -da -da. Da -da -da. Ik wil even wat vragen erbij pakken van verschillende mensen. Ja, ik moet ook nog de tank doen. Ja, oh ja, de tank moet je ook nog doen. Ja, dat moeten we ook nog doen. Ja. Oh, dat laten we dan eerst de tank doen. Voordat we de vragen doen. Ja, voor, ja, zeg het maar wat je wil. Ja, laten we maar schrijven. Tankverhaal. Ja. ja, ik weet niet precies hoe lang dat gaat worden, maar er valt over die tank wel iets te zeggen. Eh, vooral ook aan begrepen omdat, eh, Shaak. 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 ik begreep, omdat Sjaak... Ik weet even niet of ik het nou goed zeg, of het Sjaak is, of het dat het toch weer anders heet. Bele was zijn achternaam. Meneer Bele was in ieder geval zijn achternaam. Ah. Het zijn zoveel dingetjes. Ja, oh, hier is hij. Uh, ja, Sjaak, Sjaak Belen. Ja, misschien moet ik ook tegen Sjaak, maar ook tegen al onze andere luisteraars zeggen: ja, u kunt allerlei fantastische verzoeken indienen over zaken die ik gedetailleerd en langdurig ga bespreken. Maar u moet zich realiseren dat dat enorm arbeidsintensief is. Dus <tus> dat ik mij beperk in feite tot die dingen waar ik al wel iets van weet. Waardoor ik niet plotseling bijvoorbeeld. Uh, op zichzelf enorm boeiende geschiedenis van Andorra moet gaan bekijken. Voor een, voor een historisch overzichtje. Hè, of, of andere vergelijkbare thema's. Maar mensen denken dat je overal iets van af weet. Ja, dat is een ingrijpende misvatting. Ik weet wel wat meer dan de modale Nederlander. Daar wil ik wel. Daar hoef ik mezelf. Eh, Daar kan ik mezelf op dat punt wat prijzen. Maar het is ook niet zo dat ik... Eh, zomaar iets uit mijn mouw kan schudden. Als het gaat om de geschiedenis van Zuid-Afrika, ik noem maar wat op. Weer iets anders dan Andorra, maar goed. Eh, ja. Maar goed, over die tank, daar wil ik wel iets over vertellen. Eh, omdat dat een op zichzelf interessante geschiedenis is. Omdat natuurlijk in, in de oorlog in de Oekraïne gebleken nog weer eens is hoe kwetsbaar tanks zijn. Wanneer ze verkeerd operationeel gebruikt worden, want dat is een heel belangrijke factor. Zullen we zien. Ja, want in principe zegt iedereen natuurlijk aan tank. Moet zo sterk en zo goed mogelijk zijn. Wat is de beste tank op dit moment in de wereld? Ik begreep de Leopard type 2. Ja, hoe het godsmogelijk mogelijk is dat de Duitsers dat ook weer... Misschien kunnen ze die ook naar China exporteren. Wie zal het zeggen? Ik heb geen idee. Misschien wel een leuk ideetje voor de Chinezen. Ja, wij mogen er misschien ook in rijden. Maar goed, even terug naar de geschiedenis van de tank. Ik denk dat iedereen ooit wel eens... Dat rare uh, artillerietorentje heeft gezien wat Leonardo da Vinci had bedacht. He, dus in feite een, een versterkt ding wat op wieltjes liep. En dan steken allemaal kanons uit. En nou ja, daarmee is het basisding eigenlijk gegeven. Het was natuurlijk niet van staal, het was wel altijd een versterkte buitenwand. Kortom, een, een wagentje. Met een kanon erin en mensen in dat wagentje. die betrekkelijk onkwetsbaar zouden zijn voor rondvliegende kogels tijdens een conflict. Dat is toch het basisidee. Nou, dat wagentje van Da Vinci. daar hebben ze een. hoe heet dat van gemaakt? Een replica van gebouwd. Dat bleek slechts zeer moeizaam vooruit te kunnen bewegen. En ik geloof dat degenen die dat moesten doen, dat die al heel snel volledig uitgeput waren geraakt. Maar het basisidee was daar en is dus al nou ja, minimaal 300-400 jaar oud, je kunt je daar wel iets bij voorstellen. Eh, in de aanloop met name naar de Eerste Wereldoorlog waren er allerlei luid die ook vergelijkbare ideeën hadden. Bouw nou een, 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 een stalen voertuig eh, met een kanon erin eh, waar je eventueel op het slagveld profijt van kon hebben. Dat is wel beschreven en daar is over nagedacht, maar daar is niets van gekomen. En dan begint de Eerste Wereldoorlog. Je kunt in ruimere zin zeggen, afgezien van al die ontzettend lollige ideeën. die al eeuwenlang bestonden. dat zonder de Eerste Wereldoorlog zou de tank niet bestaan. of op een hele andere manier bestaan. of er misschien wel heel anders uitzien. dat valt moeilijk te zeggen. En dat kwam natuurlijk omdat die Eerste Wereldoorlog. Anders dan iedereen verwacht had, want toen die begon dacht iedereen voor de kerst thuis te zijn, na een eclatante overwinning. Dat loopt vast in de bekende loopgravenoorlog in Noord-Frankrijk en een tipje van Vlaanderen. En nou ja, daar zat in feite geen beweging in, dus het idee kwam weer omhoog borrelen, kunnen we nou niet iets verzinnen, waardoor we in feite die, die loopgravenoorlog in beweging kunnen zetten. En dat was in het bijzonder het geval aan de Engelse kant. Want de Engelsen zijn gaan nadenken over de tank. Het is ook niet voor niks een Engels woord, tank. Want het idee was dat de productie in het grootste en diepste geheim zou plaatsvinden. En daar moesten ook, laten we zeggen, verkeerde geruchten worden verspreid over wat het eigenlijk was. Vandaar dat ze zeiden: ja, het is een tank om water in te bewaren. En dat woord tank. He, want dat, dat gebruiken wij nog steeds, de benzine, de tanken enzovoort. Dat is blijven plakken en vandaar dat wij, niet waar, althans eh, als je beïnvloed bent door het Angelsaksisch taalgebied, spreken wij van een tank. Uh, je kunt de Duitsers die spreken van een, 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 een panzerkampwagen, uh, uh, dus die hebben weer een andere. En ik geloof dat de Fransen van een char spreken. Dus er zijn allerlei verschillende woorden voor dit ding in, uh, in de omloop. Maar goed, de Engelsen bouwen uh, een, uh, een tank. En die eerste tanks, die eerste Engelse tanks, daar kun je aan zien dat men nog erg naar de vorm zoekt. Hoe moet dat ding er eigenlijk uitzien? Wat is de meest efficiënte manier om zo'n ding te bouwen? En hoe groot moet dat ongeveer worden? Hoe zwaar moet het ongeveer worden? En Nou ja, kijk, de mensen moeten thuis maar even. Op de Wikipedia kijken hoe zo'n ding eruit Want die rupsen. die zitten nog, die zitten over de hele tank heen. aan beide zijden. En ook het kanon zit aan de zijkant. Dus het, 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 is, het is evident zoeken naar. wat het zou moeten zijn. En daar zijn toch. Je hebt daar Mark I en Mark II en Mark III. Daar zijn een heleboel van die dingen, duizenden van die dingen geproduceerd. Ze hebben ook wel een zekere rol gespeeld op het slagveld. Maar niet erg doorslaggevend. Nou, misschien, tenslotte in, in 1918 nog wel, als die hele zaak in beweging komt. Maar het probleem van trouwens, heel vaak bij militaire doorbraken, is dat het fantastisch is dat je een doorbraak hebt ge, tot stand hebt gebracht. Maar wat moet je dan doen na die doorbraak? Je ziet ook de, dat de Duitsers in 1918 wel een doorbraak weten te forceren aan het front. maar dan eigenlijk verdwaald raken in het gebied achter het front. En niet precies weten wat ze moeten doen. De Duitsers overigens die hebben die, dat, dat Engelse voorbeeld niet gevolgd. Later wel. En ze hebben ook wel vaak Engelse tanks buitgemaakt. en die hebben zij dan beschilderd met, met, het, met dat Zwarte Kruis, zal ik maar even zeggen. En vervolgens tegen de Engelsen gebruikt. Er werden nogal wat tanks buitgemaakt. Dus ja, het begint in de Eerste Wereldoorlog. En ik denk dat het eigenlijk de Fransen zijn geweest, als ik het me wel herinner. die als eerste zeg maar, het basismodel hebben bedacht. wat de tank nog steeds laat zien: namelijk rupsen aan twee kanten. met daarboven een plat metalen voertuig. en daar weer bovenop een een toren, een hoe moet je dat zeggen, een koepel, waar het het, hoe heet zo'n ding nou in het Nederlands? De turret, de, Het nou ja. is weer zo'n woord als gereedschap, waar je dan straks op komt. Ja, we komen er straks op. U begrijpt wat er bedoeld wordt. Bovenop de tank zit een, 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 een soort van grote, omvangrijk deksel, waar een kanon uitsteekt. Dat kan draaien. Overigens las ik een heel interessant over de meest effectieve tankvechter die er ooit geweest het is, natuurlijk een, een Duitse Duitse tankcommandant en die zei ja, het is eigenlijk in het gevecht handiger om de hele tank te draaien, dan om het om de toren te draaien. Heeft het de toren op de tank? Ik weet het niet. Turt. Ik vond dat fascinerend om te horen. Die man heeft weet ik veel tientallen, zo niet honderden, vijandelijke tanks, heeft hij uitgeschakeld. Tot hij tenslotte zelf is uitgeschakeld. Zo gaat het dan natuurlijk. Ik geloof dat hij meer wietme heet of zoiets dergelijks. Um. Nou ja, het, 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 de tank is dus een product van de Eerste Wereldoorlog. Maar heeft de Eerste Wereldoorlog zeker niet beslissend beïnvloed. Maar we wisten wel dat het die kant ongeveer op zou moeten gaan. En ook de eerste tanktheoretici, dat waren ook Engelse officieren. Je had, je had Fuller, die zelf ook een soort van uh, Nazi was in later jaren. En Little Hart, en die. Want de vraag was natuurlijk, wat moeten we precies met die tanks? In hoeverre kan de oorlogvoering door middel van een tank veranderen? Wat, hoe, wat is de meest effectieve strategische, tactische en strategische toepassing van die tanks? En die zijn al op het idee gekomen dat je die tanks dus als het ware gezamenlijk zou moeten gebruiken. En dan vanzelfsprekend, niet zonder, er is dus eerst altijd natuurlijk de neiging om te denken het is een wonderwapen. En, je rijdt met die tank zo barf dwars door de, de toppen van de tegenstander heen, maar dat is natuurlijk flauwekul eerste klas. Dus het was ook wel duidelijk: ja, een tank kan, uh, tanks kunnen op een specifiek punt een zodanige vuurkracht ontwikkelen dat je dan uh, niet waar er doorheen kunt breken. Uh, maar dan mm. heb je ook weer mensen nodig om die tank te ondersteunen, een soort van panzer -infanterie. En. Nog wat later in deze geschiedenis. Je hebt ook vliegtuigen nodig. om, om ter plekke luchtsteun te kunnen geven. En daar, is, daar heeft men zeg, van die, deze theorieën. daar is al over geschreven in de jaren twintig. Daar hebben toch de legers eh, zeg maar van Frankrijk en Engeland. toen natuurlijk belangrijke spelers op het, op het wereldtoneel. op het Europese toneel. evenmin in de Verenigde Staten hebben ze daar erg hard aan gewerkt, bij mij weten. Dus ja, ongelukkigerwijs zijn deze wijsheden vooral opgepikt in Duitsland. Dus vanaf het moment dat de Duitsland, de Nazi-Duitsland, herbewapent. dat zal het zijn, 35 of zoiets dergelijks, niet waar, bouwen de Duitsers tanks. Die eerste Duitse tanks, die, dat waren die typen Mark, Mark 1, Mark 2, Mark 3. Dat waren relatief kleine en lichte tanks. Die Mark 4, dat is al wel. Dat begint er echt serieus op te lijken. En in de oorlog hebben de Duitsers, vooral toen ze merkten natuurlijk... dat sommige Sovjet-tanks eigenlijk beter waren dan wat ze zelf hadden... hebben ze de Panther gebouwd, Panther-tank, en tenslotte de Tiger-tank. En omdat ze daar veel wijsheid van hadden opgestoken... hebben ze daarna, niet waar toen ze weer resu waren... hebben ze de Leopard-tank gebouwd, die nu, althans voor stukjes die ik las. Uh, type 2, dat is de beste tank die er is. Maar daar moeten we natuurlijk een correctie op uitvoeren. Want nou ja, iedereen weet dat, dat ook die theorie van dat tankgebruik, dat die vooral uitgewerkt is door Duitse officieren van het Panzerwapen. En, en ja, de triomf van, van, laten we zeggen, die Duitse wijsheid op het punt van het tankgebruik is natuurlijk de aanval op Frankrijk in 1940. Die natuurlijk van een verbijsterende efficiëntie was. Eh, daar moeten we. Waarom was het zo ongelooflijk? Het maakte een diepe indruk wereldwijd. Stalin schijnt half bewusteloos van de strikte zijn geraakt. En nou, iedereen zei: Dit is een leger zoals we nog nooit eerder hebben gezien. Dit is zo superieur enzovoort. Ten slotte bleek dat wel mee te vallen. Hoewel ik daar straks wat cijfers over zal geven. En. Eh, ...van wezenlijke betekenis is dat de Fransen er echt niets van terechtgebracht hebben. De Fransen namelijk hadden meer tanks dan de Duitsers. De Fransen hadden betere tanks dan de Duitsers. Die ze deels ook al wel redelijk modern georganiseerd hadden. Maar dat is in die verwarring en die paniek van 40 is daar niets van terechtgekomen. En die Duitse panzerdivisies die zijn zoals we alle weten, in drie weken naar de Noordzeekust gereden. En in feite was Frankrijk na zes weken verpletterend verslagen. Maar eigenlijk al na drie weken, zou je kunnen zeggen. En dat daaruit is toen die, dat bekende idee van de blitzkrieg gebeurd. Wat de Duitsers konden, dat was blitzkrieg, bliksemoorlog. Maar dat was helemaal niet wat ze van plan waren. Helemaal niet. Er was niet een blitzkrieg-doctrine, zal ik maar zeggen. Die was er niet. Wat ze goed georganiseerd hadden, was de samenwerking van die panzerdivisies. met luchtsteun, de fameuze Stuka's. Een, een relatief traag toestel, wat later volkomen kansloos was. laten we zeggen, in de in Battle of Britain. voor zover het daar ooit gebruikt is. Maar enorm effectief in de ondersteuning van die panzertroepen. en een panzerinfanterie. En eigenlijk wat, het, wat, wat de Duitsers het beste konden was. En daar kom ik weer op dat punt terug van, het gaat er niet om of je de dikste tank hebt, of de best schietende tank, of weet ik veel wat. Of de, want die Duitsers die hadden dus vooral die eerste drie, die Mark 1, 2 en 3, waren relatief kleine lichte tanks. Laten mensen de plaatjes maar bekijken. De Mark IV, dat begint andere kosten te worden. En die hele aanval op Frankrijk was met relatief lichte tanks plus de tanks die ze in Tsjechië hadden buitgemaakt. omdat ze natuurlijk de restanten van Tsjechoslowakije hadden bezet. aan het begin van 1939. Dus het waren ook Tsjechische tanks. Het waren relatief lichte tanks. Nogmaals, keer even terug naar Frankrijk. Als Frankrijk die, die, die spullen. <coughs> operationeel zo efficiënt zou hebben gebruikt. als de Duitsers. dan zou het er totaal anders hebben uitgezien. Maar uh, ze stonden op de verkeerde plek en ze werden te veel te traag aangestuurd enzovoort. Wat een, een, een Duitse succes kun je het beste uh, beschrijven door te zeggen: oké, okay, uh, ze hadden al die spullen, ze hadden een perfecte samenwerking, hadden ze bedacht tussen die panzertroepen, luchtsteun en die panzerinfanterie. Want je moet natuurlijk voor de luchtsteun, daar moet je radiografisch contact hebben met die vliegtuigen. Die moet je eigenlijk min of meer, aan bout portant, moet je die dingen op kunnen roepen. En dat konden de Duitsers, dat hadden ze tip top georganiseerd. En wat de Duitsers vooral konden was, dat ze, ze waren operationeel briljant. Het tempo was, het Duitse tempo lag altijd hoger dan bij andere, dan bij andere vechtende ...instanties, Om het zomaar te noemen. Die, die Fransen waren traag en, en de communicatie werkte niet. Het, het, het was eigenlijk diep, diep, diep treurig. En zo is ook die legende geboren dat de Duitsers al een soort blitzkrieg-doctrine hadden. Die hadden ze niet. Ze hadden een prima idee hoe je tanks zou kunnen gebruiken. En dat hadden ze goed uitgewerkt. En bij, nou ja, bij gebrek aan een efficiënte tegenstand was, kreeg je dus die verpletterende. Blitzkrieg tegen Frankrijk. Daar is ook een boek over geschreven, dat heet ze ook Blitzkrieg-legende. Want dat is ook wel sterk, die, die Duitse commandanten die daar, nou ja, als een mes door de boter snijden in Noord-Frankrijk. Die In Berlijn maakten ze zich hartstikke veel zorgen, dat gaat veel te hard en ja, de flanken zijn kwetsbaar en hoe is het met de logistiek en, en niet zo... En die, en die, die panzercommandanten die trokken ze, dus die deden net alsof ze niks hoorden uit Berlijn. En tenslotte zijn ze natuurlijk gestopt op bevel van Hitler, eh, vlak voor Arx, ze, ze daar, moesten zijn, daar kwamen waar ze moesten zijn. Met als gevolg dat er van de stranden van Dunkerque natuurlijk een paar honderdduizend man geëvacueerd konden worden naar Engeland. Maar als die panzergeneraals door hadden gezet en Hitler was niet waar niet zenuwachtig geworden op het laatst denkbaar moment, dan waren, was ook de hele British Expeditionary Force die zou ingerekend zijn. Ja, dus het is, vooral, het is vooral de operationele techniek van de Duitsers die ze zo succesvol maakten. Niet dat hun tanks zoveel beter waren of zo, dat was het helemaal niet. Het was de manier waarop ze die tanks gebruikten. Door een toeval heb ik uh, die kwestie van die uh, luchtlandingen in 1944 uh, in, in, uh, in Nederland bekeken, Operatie Market Garden. Daar loop je toch als, als niet deskundige al heel snel aan tegen de realisatie dat die Duitsers gewoon veel sneller en effectiever reageerden als die stomme Engelsen die in feite de zaak al in een jaar verloren sorry, in een dag verloren hadden. Het is, want die Duitsers waren aanvankelijk enorm verbaasd. De Fransen bedoel je? Nee, ik heb nu even over oh, 44, oh ja. Market Garden. Ja, die Fransen die, die wisten niet wat ze overkwamen in feite. En nu in dat boek wat ik al besproken had, dat van Brad Long, Slouching Towards Utopia, dat is zelf een heel aardig boek, die heeft zich als, niet dat dat eigenlijk voor het boek zelf van beslissende betekenis is, maar die heeft een hele omvangrijke passage waarin hij cijfermatig berekent hoe effectief Duitse de Duitse Weermacht eigenlijk was. En dat is toch wel vrij schokkend, want wat ook de tegenstander was. Welke fase van de Tweede Wereldoorlog het ook was, ook in de latere fases, dat als de weermacht vocht, altijd efficiënter, operationeel beter dan de tegenstander. Volgens die berekeningen van de Long is het aantal gewonden en doden aan de andere kant, aan de tegen, Duitse tegenstander, altijd twee tot vijf maal zo groot als bij de Duitse weermacht. Waarbij natuurlijk de vraag hij is: waarom hebben ze dan in godschristensnaam verloren? Ja, omdat ze natuurlijk productietechnisch de zaak totaal verloren hebben. natuurlijk, ja, Amerika was een. De Tweede Wereldoorlog is het schoolvoorbeeld van een conflict. wat volledig, compleet en vernietigend gewonnen is door grotere productiekracht. Ook de Sovjet-Unie, op zichzelf natuurlijk toch een vrij achterlijk land. produceerde aanzienlijk meer tanks dan de Duitsers, en bovendien één tank. Die algemeen wordt beschouwd als de beste tank van de Tweede Wereldoorlog, namelijk de T34. Het schijnt dat hij wel heel shoddy in elkaar gezet werd en dat hij niet zo heel lang overleefde op het slagveld, maar het was, het, het was in die zin een perfecte tank, dat het juiste midden is gevonden tussen het gewicht van de tank, de bewapening van de tank en met name ook hoe, dit, hoe de tracks functioneerden. Die had een relatief, hoe moet je dat zeggen, een relatief brede rupste zodat je wat een extra extraatje gaf in, in moeilijk terrein. En omdat ze, de Duitsers daar toch enorm van geschrokken waren, hebben ze toen de Panther gebouwd. Dat was een goede tank, dat heb ik begrepen. En tenslotte de fameuze Tiger. En, en ook de Tiger II. Door iedereen beschouwd als verreweg de beste en meest fantastische tank in de Tweede Wereldoorlog. Het is ook een gigantisch gevaarte. Als je het ziet, er schijnt nog. In Engeland nog één rijdend exemplaar te zijn. Dus daar kun je in een soort tankmuseum gaan kijken. wat dat dan is, zo'n tank Maar de Tiger-tank was toch al wel. eigenlijk te groot, te zwaar en te complex. voor een tank die je. Je moest die tank ook gewoon kunnen, als die, als die aangeschoten was. gewoon kunnen laten staan. En als je dan natuurlijk een enorm complex en duur. die tigers die, die beschadigd waren geraakt of aangeschoten. Die moesten op de trein geladen worden. Die moesten naar die fabriek... ...ik geloof me anders man, ik weet niet precies wie hem bouwde... Eh, ...worden getransporteerd, dan werden ze gerapporteerd... ...en dan moesten ze weer op het spoor terug naar, de, naar het Oostfront. Dat was natuurlijk een beetje... ...dat is niet handig. Eigenlijk is er steeds de neiging om tanks veel te groot en veel te zwaar te maken. Ik denk dat het tankideaal toch ergens in het midden ligt. Dus het moet niet, niet te groot, niet te zwaar, snel... Dat is van belang. En uiteindelijk is absoluut beslissend het operationele gebruik van de tank. En daar waren de Duitsers gewoon veel beter in. En dat zijn ze ook gebleven. Ik heb geen idee of ze het nu ook nog zouden kunnen. Misschien dat Scholz uitgebreid met Xi Jinping eh, komt tot uitleg over... Zal ook wel zeker zijn excuses aanbieden ongetwijfeld. <laughs> dat weet ik niet precies. Maar het, het valt gewoon... Het valt te Tempo, je moet tempo maken. Dat is natuurlijk in... in ja. En je moet dus die, nogmaals al die onderdelen... die moeten operationeel op elkaar zijn ingesteld... en allemaal tempo kunnen maken. Je hebt, je hebt ook die beelden gezien van die Russische tanks die daar oprukten daar in de buurt van, van Kiev, eh, Butscha. Ja, er was dus geen, geen panzerinfanterie te zien. Er was geen behoorlijke luchtsteun... Dus ja, dat waren sitting ducks, om het maar even uh, op zijn Nederlands te zeggen. En, en daar bleek natuurlijk dat de tank tegenwoordig al heel, heel kwetsbaar is geworden voor, ja, voor spullen die jij en ik ook in een soort van uh, actatas mee kunnen sjouwen. Het zijn wel heel rare, dure raketjes, maar ze zijn wel enorm effectief. Dus je voelt wel aan dat operationeel het bestaan van de tank wel moeizamer is geworden door dat. Al hadden de Duitsers hadden in de Tweede Wereldoorlog al een panzerfaust... die ook bijzonder effectief was. Ook een relatief licht ding. Wat één enkele soldaat in principe met zich, met zich mee kan voeren. Maar nou, er zijn nu allerlei stukken geschreven. Is de tank verouderd? Is het klaar met de tank? Daar is een discussie over. Ik moet zeggen dat ik, dat ik denk dat de tanken toch... In een, zodra ook nu... Aan iedereen duidelijk is geworden hoe effectief je tanks kunt bestrijden. Dat de tank het wel moeilijk zal krijgen. Maar als je het operationeel zo weet te doen. als de Duitsers het ooit hebben voorgedaan. dan denk je. Ik... en als je maar tempo maakt. want dat was ook. we hebben dat gezien in de Oekraïne. als je geen tempo maakt. dan heb je je oorlog eigenlijk al verloren. En daar waren die Duitsers gewoon hartstikke goed in. Lees die, die cijfermatige be, 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 beoordeling van die Brette Long. En nou ja, dan raak je wel overtuigd van de enorme effectiviteit. de van, van enorme operationele effectiviteit van de, van de weermacht. Nou ja, na de oorlog heeft iedereen natuurlijk doorgegaan met tanks te bouwen. Want ja, zoals dat altijd is, men bereidt zich voor op de vorige oorlog. In dit geval ook. Dus die tanks werden allemaal groter en zwaarder. En, uitgerust met de modernste spulletjes en met veel zwaardere kanons dan ze in de Tweede Wereldoorlog hadden. Ja, dan zijn het, er is natuurlijk heel weinig effectief met tanks gevochten. In de zin dat het dus de Zesdaagse Oorlog een vrij voorbeeld is, vooral ook omdat het ideaal tankgebied was. Ja, een woestijn, wat wil je meer? Een Israël is dit, hè? Ja, dat is precies. Het gaat om de 9F, natuurlijk, de f woestijn Kijk, een tank in de stad is. ...extreem kwetsbaar. De tank is een tank is een, is een wapen wat eigenlijk, laten we zeggen... Uh, ...wat ruimte nodig heeft om, om, om operationeel goed gebruikt te kunnen worden. Want je voelt wel, als je met een tank door deze straat rijdt... ...dat wil je, kunt je overal verbergen. Kijk, die tank die kan de helft van je huis flarden schieten... ...zonder die te storten, waarschijnlijk vanzelf weer. Uh, maar uh, die tank die, die overleeft, mits dat er hier goed verdedigd wordt... ...overleeft de tank deze straat niet... Daar ben ik vast van overtuigd. Het ja, is natuurlijk altijd... Denk aan de Amerikaanse tank. Die Abrams tank. Tank met een gasturbine aandrijving. Dus niet meer een diesel of een benzinemotor. Maar een gasturbine. Ja, een fantastische tank. Wees wel bijna 70 ton. Dus dan weet je al. Dat is wel heel erg veel voor een tank. En wat bleek... De Abrams tank bleek zeer gevoelig voor bermbommen. Ja, dus van de panzering van voren was geweldig. In een strijd met andere tanks zou die ongetwijfeld uh, succesvol zijn geweest. Maar ja, er werd natuurlijk door Irak nauwelijks serieus operationeel uh, weerstand uh, geboden. En bovendien had, China, had Irak natuurlijk niet een ondersteunende. had niet het operationele apparaat om serieus een tankoorlog te vechten. De enigen die hebben laten zien hoe je dat moest doen zijn de Israëli's. En daar zat het terrein mee en. De tegenstander, die er niet veel van begreep, natuurlijk. En dat, dat, die, de grote successen in tankoorlogen zijn toch vaak behaald omdat de tegenstander er echt geen bal van terechtbracht. Frans in 1940 en de Egyptenaren in de Zesdaagse Oorlog. En de Russen nu, wat, wat gebruiken die voor de tank? Nou, die hadden allerlei spiksplinter nieuwe tanks natuurlijk, of, of grote nieuwe tanks. Die hebben het heel slecht van afgebracht. En. Er zijn er zoveel verloren gegaan dat ze er een allerlei oude voorraden hebben moeten aanbreken eh, om, om weer een beetje voorzien te zijn van, van voldoende tanks. Maar je hebt geen bal aan tanks en je hebt ook geen bal aan goede tanks als je ze operationeel niet behoorlijk kunt gebruiken. En als ons iets duidelijks is geworden in de Oekraïne is dat de Russen niet in staat zijn om ze operationeel te gebruiken. Heb ik al niet eerder gezegd dat ze gewoon eens een boek moeten lezen over hoe die Duitsers dat aangepakt hebben. Zeker in de eerste twee jaar van de Tweede Wereldoorlog toen ze in alle opzichten natuurlijk schijnbaar onverslaanbaar waren. Overigens liepen ze zelf vaak ook forse schade op en uh, sneuvelden er ook veel Duitse soldaten. Maar nogmaals, altijd veel meer bij de tegenstander dan bij de Duitse weermacht. Okay. De grote vraag is natuurlijk altijd: kunnen de Duitsers het nog steeds? Of, of... Nee, want dat de Russen dus niet kunnen, dat is omstandig bewezen. En de Tweede Wereldoorlog, wat gebruikten er Ja, ze? tenslotte. Want de, de, de Russen hebben tenslotte veel meer tanks geproduceerd dan de Duitsers konden produceren. En het is ook wel zo dat de Russen. Eh, zeker in de laatste fase van de Tweede Wereldoorlog. Eh, behoorlijk begonnen te begrijpen hoe je de zaken moest aanpakken. Ook omdat ze voor die panzerinfanterie een heel simpele oplossing hadden bedacht. Namelijk dat, er soort, dat die tanks, daar werden een soort rails op gelast. Waar die, ...waar die soldaten dan aanhangen die met die dieren die je nodig hebt... ...om de eventuele tegenstanders uh, individueel te kunnen aanpakken. Dus dan, dan is, zijn de verhoudingen wel enigszins gelijk getrokken. En de Weermacht heeft dan ook tegen die tijd een enorme schade opgelopen natuurlijk. Ja, Duitsland nam het tenslotte op is een pier eentje uiteindelijk... Uh, ...tegen de hele rest van de wereld. Het was die, ja, van een ongekende stomzinnigheid. Ik bedoel, de weermacht was geweldig, maar, maar ja, die werd, werd misbruikt door een gek in Casu Adolf Hitler. Gek, dat is natuurlijk ook weer... Nou goed, iemand die, die, die niet voldoende goed had nagedacht, denk ik, over hoe die oorlog eruit zou moeten zien. Wat de eisen zouden zijn. Hoe hij dat het beste aan zou kunnen pakken als hij tenslotte de oorlog start. Niet waar, 1 september 1939, dan zijn er eigenlijk allerlei zaken... Hitler zelf was, had het idee dat het in 1943 zou moeten be beginnen. Dan zou hij beter voorbereid zijn. Had hij dat maar gedaan, dan was het misschien een stuk, uh, een stuk makkelijker geweest, althans in de, in de beginfase. Maar ja, als je tenslotte en de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten en Engeland tegen je in het harnas hebt gejaagd, ja, dan moet je niet gek op kijken dat je verliest. En dat heeft hij dan ook gedaan. Maar de, daar, dat moet je zeggen, de Duitsers hebben zich fantastisch hersteld na de Tweede Wereldoorlog. Ja, ja. Vandaar dat Scholz nu naar China kan. Precies, ja. eens even kijken naar uh, wat vragen? Maar wat er stond in de krant is van, dat ze elke minuut een VW verkochten in China. Zoiets was het. En Volvo zeg je, is dat dus ook heel groot? Dat ja, dat, je nou, je? Volvo is op zichzelf een kleine fabrikant. Ja, Er ja. staat er wel eens in een voor ons, maar het is, het is een kleine fabrikant. Ja. De vragen van mensen? Dat zegt meteen even bij. We kunnen niet alles uh, behandelen, want daar uh, ja, is de tijd uh, te kort voor. Oh ja, uh, het is Deneuden. En het, het, betekent, de neude, okay. het betekent. drassengebied. oké. Het betekent drassig Dat is de betekenis van Ja, drassengebied. Dat had ik wel eens een keer gelezen. Ja, alles was hier namelijk drassengebied. Om een vrij eenvoudige reden. Wegen de rivier, toch? Ja, precies. Ja. Dat, dat we natuurlijk uh, onderdeel waren van de Rijndelta in de ruimste zin van het woord. Ja omdat de hoofdloop natuurlijk in die tijd nog in feite dwars door dit gebied liep. En laat je nog die vechten die hier aftakt. Ja. Nou ja, zelfs die Rembrandtkade, die we hier, uh, een paar honderd meter verder hebben. Die is deels ook is dat een oude waterloop. Bert uit Den Haag heeft een vraag over deze aflevering. Hij zegt namelijk met betrekking tot die tanks in Münster, net boven Hannover, is een tankmuseum. Enige jaren geleden heb ik dat bezocht. Naast een winkeltje met uh, voorstelbare speelgoed en andere prularia... is er een zeer uitgebreide verzameling van met name Duitse tanks. maar Ook uh, Engelse, Amerikaanse en zelfs Russische exemplaren. Er wordt ook zeer uitgebreid ingegaan en uh, getoond hoe het ontstaan van deze gevechtsmachines in Wereldoorlog 1... Um, ja, daaruit heeft gezien en hoe dat is gegaan. Ehm... Um, dus dat wilde hij nog eventjes uh, noemen. Ja, je hebt tal van tankmusea natuurlijk. In, waar de tanks altijd in meerdere of in mindere staat van onderhoud zich bevinden. Ja. Maar het is de enige rijdende Tiger, dat is een Engels tanksmuseum. Maar er is bijvoorbeeld uh, in Wenen een militair museum. En daar staan buiten, maar kennelijk hebben die niet veel geld. staan een massa uh, uh, verschillende tanks uit, uh, met name de Tweede Wereldoorlog. Hij zegt ook dat er waren op een gegeven moment zoveel verschillende tanks dat het simpel bestellen van een relatief klein onderdeel een krim werd en hiermee de tank deels onbruikbaar maakte. Ja, dat is een punt waarbij de Duitsers veel gezonderd hebben. De Duitsers hadden steeds de neiging om, om nieuwe dingen te bedenken en die werden steeds complexer en complexer. Dus die T-34 bijvoorbeeld was een relatief simpele tank. De, 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 de Sherman, waarvan de Amerikanen enorme aantallen gebouwd hebben, was ook een relatief lichte tank. Een relatief simpele tank, ook niet zo'n beste tank, moeten we erbij zeggen. En verder zegt Bert dat het ook echt interessant is om te zien hoe de Duitse Weermacht pas laat in de dertigere jaren tactieken heeft ontwikkeld, waar commandanten de zeer sceptische Duitse generaals feitelijk overhaalden deze pas ontwikkelde en kleine eenheden in te passen in het grotere optreden. Ja, het waren meer, meer en meer relatief jonge officieren die, die zeiden van hoe je. Dat moest doen. Zo iemand als Jan denk aan Rommel, uh, ja, Want die zijn natuurlijk, als, als de herbewapening van Duitsland begint. zijn dat nog betrekkelijk jonge leidende officieren. Ja. Ik weet wel wat meer dan de modale Nederlander. Er is eigenlijk maar één persoon die goed in het eten heeft gegooid. Want hij vond helemaal niet dat het fantastisch werkte. Of liever gezegd, hij vond dat het verkeerd fantastisch werkte. De live podcast over Europa kun je vanaf nu terugluisteren. En dat was Charles de Gaulle. Want de Gaulle zag niets in supranationale organisaties. Het linkje vind je in de beschrijving bij deze podcast. De Gaulle vond dat de Europese economische gemeenschap nooit meer mocht zijn dan een samenwerkingsverband van nationale staten. Waarbij het bovendien al wel erg fijn was dat er één nationale staat was die daarbij de meeste praatjes had. Dit was een tijd dat Duitsland nog helemaal geen praatjes had. Het enige wat bij Bunk telt is. If you get your shit done. Ali Nignan wil alleen de allerbeste en neemt geen genoegen met de middelmaat. Zijn verhaal hoor je in C-Level. De link vind je in de show notes.